Jij was zo boos, daar waren we mee bezig. Grensoverschrijdend gedrag, mensen die zo voor de bus worden gegooid. Uiteindelijk lijkt het niet altijd terecht te zijn. Maar er zijn ook mensen die misdragen zich toch gewoon. Of wilde je daar niet naartoe? Weet niet, wie is er misdragen? Nou ja, je wilde iemand noemen die je echt... Je was bezig net. Oh nee. Ja, je was in een behandeling namelijk. Nee, ik dacht, misschien had je iets bedacht. Nee, wat er gebeurde was... Ik kreeg 2 weken geleden al zo'n mailtje, anoniem. Was van zogenaamd bezorgde vrouwen. En die zeiden van, ja, we gaan jou ontmaskeren als verkrachter, als aanrander. We gaan naar je baas en weet ik wat. Dus reageer maar op deze mail. Ja? En dan, we gaan sowieso aangifte doen. Maar ik merkte aan alles hoe het geschreven was, dit klopt niet. Dit komt niet van een vrouw. Dat kun je zien aan hoe ze formuleerden en zo. Ja? Dus hoe formuleren die dan? Ja, gewoon, het was heel slecht taalgebruik. Dus ik denk dat het eigenlijk een man was met een migratieachtergrond, denk ik eigenlijk. Hoe dan ook. Dus ik heb niet gereageerd. Maar een week later kwam weer zo'n mail. En zegt van, ja, je gaat nu reageren. Anders gaan we naar je werkgevers. En dus hadden ze een mailadres erbij gezet. Ja, en dat zijn nog wat. Ja. En ik dacht, ja, dan ben je wel flink bezig. Ja, in jouw geval, ja. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon, weet je, dit is een soort afpersing. Weet je, dus ik heb aangifte gedaan. Ja. En toen, nou, de politie die nam het heel serieus op. Want zij lazen ook, dit klopt niet, dit is duidelijk een crimineel. En ze hebben toen, het was anoniem verstuurd via ProtonMail of zo. Dat is encryptisch mailen. Okay. Maar ze hebben dat bedrijf gevorderd. Maar ze konden niet vinden wie de afzender was, want het was VPN. Nog ander middel geprobeerd om die lui op te sporen, maar lukt niet. Ze hebben zichzelf zo goed weten te... Nou, wat Johan eigenlijk schetst, is dat wat nu misschien wel veel precies, meer gaat. Ja, precies. Kijk, dit. Het is zelfs zo... Als je het uit je mouw schudt en het verzint... je staat morgen op de voorpagina van de Nationale Roddelkrant NRC. Ja. Nou ja, goed, je hebt ooit dat verhaal verteld van Terschelling met die politie. Ja, die politieman die werd toen van zijn bed gelicht. Omdat die dochter had heimwee en die werd onder druk gezet bij de politie. En die zei, ja, ik ben misbruikt door mijn vader. Die man, het leven van die man kapot, die was totaal onschuldig.